Dames en heren, we hebben twee onwrikbare zekerheden in ons leven. En dat is het feit dat we geboren worden en het feit dat we doodgaan. En reïncarnatie wil zeggen dat we niet één keer geboren worden en sterven, maar vele keren. Dat we bestaan voordat we incarneren, ons in lichamen van vlees hullen. Dat we blijven bestaan nadat we excarneren, onze lichamen van vlees afwerpen. En dat we weer opnieuw incarneren, re-incarneren dus. We maken met andere woorden keer op keer een cyclus van leven en dood door. En als we naar de titel van deze lezingsserie kijken, dan heeft dat hele proces met groei te maken. En daar gaan we deze maand over praten. Mevrouw Blavatsky, de stichter van de Theosophical Society, bracht bijna 150 jaar geleden reïncarnatie en karma, en dat is de leer van oorzaak en gevolg, hier in het Westen opnieuw onder de aandacht. En wat zo belangrijk is, ze gaf daarover zoveel informatie dat we nu de processen van leven en dood uitvoerig kunnen bestuderen en er een samenhangende visie over kunnen opbouwen. Vanavond gaan we na wat reïncarnatie is, waarom we reïncarneren en wat die groei inhoudt. En volgende week bekijken we elke fase die we gedurende een cyclus van leven en dood doorlopen. En in de laatste twee lezingen gaan we met die opgedane kennis over reïncarnatie aan het werk en kijken we hoe we die kennis kunnen gebruiken om onze levensvragen op te lossen. Vanavond praten we dus over incarnatie, excarnatie en reïncarnatie, ofwel de cyclus van leven en dood. En dit zijn de vragen die ik vanavond met u wil bespreken. Waar komt de reïncarnatiegedachte voor? Op welke principes is reïncarnatie gebaseerd? Welke bewijzen zijn er voor reïncarnatie? En wat reïncarneert er nou eigenlijk? En waarom reïncarneren we? En tenslotte, wat zou er in je leven veranderen als je uitging van reïncarnatie? De eerste vraag dan, waar komt de reïncarnatiegedachte voor? Vandaag de dag gelooft meer dan de helft van de wereldbevolking in reïncarnatie. En als we in de geschiedenis duiken, dan blijkt dat reïncarnatie in de een of andere vorm in alle culturen en alle tijden is onderwezen. En om je nou een indruk te geven van de verbreidheid van die reïncarnatiegedachte, laat ik u deze wereldkaart zien. En de sterren geven bij benadering aan waar, in welke culturen, bij welke volken, reïncarnatie door de eeuwen heen deel uitmaakte van de religieuze en filosofische stelsels. En dit is natuurlijk een heel onvolledige aanduiding, die bedoeld is om u een indruk te geven, want we zouden gemakkelijk een heel jaar kunnen vullen met lezingen uitsluitend over reïncarnatie in de filosofieën en religies van de wereld. Van ver voor de christelijke jaartelling kennen we natuurlijk de nog altijd levende hindoeïstische traditie in India en de boeddhistische tradities in Azië. En dan was er, en is er, het taoïsme in China. En dan komen we bij de oude Perzen en de Chaldeërs en bij de Babyloniërs en bij de oude Egyptenaren. De reïncarnatiegedachte werd ook onderwezen in de mysteriescholen van Griekenland en Klein-Azië. En de filosofie van Pythagoras en Plato was ervan doortrokken. En die werd dan weer overgenomen door de neoplatonische filosofen, waaronder Plotinus, Iamblichus, en door de Romeinse schrijvers zoals Ennius en Horatius en Virgilius. En in het noorden en in het westen van Europa vinden we ook facetten van reïncarnatie, bij de Teutonen, bij de Kelten, maar ook bij de Britten en bij de Galliërs. En dan het Amerikaanse continent, daar kwam reïncarnatie terug in de Inca en in de Maya-beschavingen en bij Indianenvolken in Noord-Amerika. En antropologen, die hebben bij meer dan 100 Afrikaanse stammen
het geloof in de een of andere vorm van reïncarnatie aangetroffen. En uit onderzoek blijkt dat ook de Australische Aboriginals uitgaan van wedergeboorte van de voorvaderen. Reïncarnatie heeft ook altijd deel uitgemaakt van de Joodse en de christelijke religies. In de Zohar, dat is een van de mystieke geschriften van het Jodendom, bestaat die nog steeds. Maar uit de christelijke traditie is reïncarnatie tijdens de synode van Constantinopel in 541 tot ketterij verklaard. En daarmee raakt de reïncarnatie in de christelijke wereld wat op de achtergrond, maar als je goed leest, dan tref je in het evangelie nog verwijzingen aan. En ik noem een voorbeeldje uit Johannes 8. Jezus zegt daar, voorwaar zeg ik u, voor Abraham was, ben ik. En zo zijn er diverse passages te vinden die naar de leer van wederbelichaming verwijzen. Reïncarnatie komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Het ene stelsel geeft meer stukjes kennis dan het andere. En in sommige stelsels wordt die kennis in dichte sluiers gehuld. En bij anderen wordt er juist weer heel openlijk over gesproken. En de vorm, het jasje waarin die informatie wordt gegoten, die is ook steeds aangepast aan de tijdgeest en aan de cultuur waar die leringen worden gebracht. Die vorm is op maat gemaakt, zou je kunnen zeggen. En als u het leuk vindt, kijk dan eens dit boek in. The Phoenix Fire Mystery. Het is in het Engels van Sylvia Cranston. Die ligt ook achter op de boekentafel. Cranston die heeft in dat boek aanwijzingen en uitspraken over reïncarnatie verzameld uit de wereld van religie, filosofie, wetenschap, kunst en literatuur. En toch, dat al die volkeren en denkers de reïncarnatiegedachte aanhingen, is natuurlijk nog geen bewijs. Want ze zouden het allemaal mis kunnen hebben. En voor betere argumenten, en onze inleider gaf u al een hint, zult u in uzelf moeten kijken. Want pas als u met een open houding nadenkt over reïncarnatie, zonder op voorhand iets uit te sluiten, dan kunt u ontdekken of die lering, reïncarnatie, waarde heeft voor u. Of die u helpt bij het oplossen van uw levensvragen. En wij willen u daarbij helpen. Niet door iets te vertellen dat u zou moeten geloven, nee. Wij kunnen u een aantal gedachten en ideeën aanreiken. En beschouwt u die als sleutels waarmee u zelf reïncarnatie kunt onderzoeken. En dat brengt ons op de volgende vraag. Op welke principes is reïncarnatie gebaseerd? Als je de moeite neemt om de grote religieuze en filosofische stelsels met elkaar te vergelijken, en als je bereid bent om achter de uiterlijke culturele verschillen te kijken, dan zul je ontdekken dat het geen toeval is dat ze allemaal ideeën over reïncarnatie of wedergeboorte delen. Want wat zul je dan vinden? Dat die stelsels in hun diepste kern gebaseerd zijn op hetzelfde fundament, op dezelfde grondprincipes. En je vindt in al die stelsels de grondgedachte van de Theosophia terug. De Theosophia is er de bron van. Want wat is Theosophia? Letterlijk betekent Theosophia de wijsheid der goden, hebben we zojuist gehoord. En dat klopt, goddelijke wijsheid. En dat is inderdaad het erfgoed van alle volkeren over de hele wereld en in alle tijden. Met dogma's heeft de Theosophia niets te maken, want dogma's worden opgelegd. Wanneer leerstukken over de structuur, de aard en de werking van de kosmos aan mensen wordt doorgegeven met de boodschap dat alleen die de waarheid bevatten, dat die dus zonder meer blind moeten worden geaccepteerd, dan hebben we te maken met dogma's. En dat zou betekenen dat mensen niet zelf over de mysterieën van het bestaan zouden kunnen of mogen nadenken. En zo zitten Theosophia niet in elkaar. De Theosophia is niet een verzameling dogma's,
Maar het is de uitwerking van een eonenlange zoektocht naar waarheid over de goddelijke, spirituele, fysieke aard en werking van de natuur. En die zoektocht, die is zo oud als de mensheid zelf en die zoektocht die stopt ook nooit. In elk tijdsgewricht zijn er mensen die de meest spirituele krachten in zichzelf hebben ontwikkeld. Die mensen noemen we zieners, omdat ze in staat zijn voorbij de uiterlijke verschijnselen naar de innerlijke kant van het universum te kijken. Ze bestuderen die innerlijke gebieden en toetsen de theosofische leringen eraan. En steeds komen deze wijzen tot de conclusie dat de leringen consistent zijn en op een harmonieuze manier samenhangen. Zij geven de resultaten van hun zoektocht door aan een volgende generatie van wijzen, die deze kennis ook weer zelf toetsen, voor ze die accepteren en op hun beurt weer doorgeven. En delen van die kennis wordt op gezette tijden aan de mensheid onderwezen door speciaal daarvoor getrainde boodschappers van deze broederschap van wijzen. En de grootste onder hen waren onder meer de Boeddha en Shankaracharya in India, Tsongkhapa in Tibet, Pythagoras en Plato hebben we genoemd, Jezus de Nazareër en recenter H.P. Blavatsky. En ze brachten allemaal theosofia. Dat is dus geen religie, het is ook geen filosofisch stelsel en evenmin een wetenschappelijke theorie, maar het is de synthese en de essentie van alle drie. En elke zoeker naar waarheid kan, net als de grote wijze, zelf onderzoeken of de theosofia inderdaad gebaseerd is op de universele natuur zelf. Want ieder van ons heeft iets van het vermogen om achter de uiterlijke kant van het bestaan te kunnen reiken ontwikkeld, hoe beperkt dat vermogen soms misschien mag zijn. De onderzoeker in ons kan op drie verschillende manieren met een vraagstuk omgaan. Op een wetenschappelijke manier, we kijken dan naar de feiten en we rangschikken die. Op een filosofische manier, dan brengen we waarheden samen in een groter verband. En op een religieuze manier. En het religieuze is de bron van onze spirituele vermogens. Daar beseffen we de eenheid van het leven in al zijn aspecten. En alleen wanneer we deze drie vermogens samen gebruiken, kunnen we de werkelijkheid van het bestaan leren begrijpen en steeds beter leren doorgronden. En vanavond doen we een beroep op alle drie die vermogens in uzelf. Kijk, ik ga iets te hard. Theosofia omvat dus zeer diepgaande en omvangrijke kennis van het universum in al zijn aspecten. En toch is het mogelijk die kennis samen te vatten in drie grondgedachten of principes. En beschouwt u die drie grondgedachten als hypothese waarover we kritisch moeten nadenken. Als ze kloppen, dan moeten de feiten ermee in overeenstemming zijn. En moeten we met die grondideeën de wereld waarin we leven kunnen verklaren? Heel kort gezegd is de essentie ervan deze. Er is sprake van grenzeloosheid. Van alom tegenwoordige, eeuwige grenzeloosheid die voorafgaat aan alle manifestaties. En er is sprake van cycliciteit. En dat wil zeggen, leven manifesteert zich periodiek en trekt zich vervolgens weer terug. En tenslotte is er sprake van fundamentele gelijkheid van alle wezens. Alle wezens zijn vonken van de grenzeloosheid en hebben in potentie dus alle grenzeloze mogelijkheden in zich. Ze zijn in hun diepste kern het grenzeloze en elk wezen is daarom
in essentie gelijk aan elk ander wezen. Elk wezen brengt uit innerlijke drang en in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, zijn grenzeloze mogelijkheden in een eindeloze reeks van manifestaties tot uitdrukking. Welke conclusies kunnen we trekken uit deze grondgedachte? In de eerste plaats dat er achter, in en door alle verschijnselen een kracht werkzaam is. Dat is het grenzeloze leven dat geen begin of einde heeft, maar altijd is, nooit niet is, overal is en nergens niet. En we kunnen die kracht bewustzijn noemen. Bewustzijn is de oorzaak van elke manifestatie, of dat nou een ster, een atoom of een mens is. Verschijnselen zijn dus niet het product van een buiten het universum staande schepper, maar manifestaties van dat alomtegenwoordige, eeuwige, grenzeloze leven of bewustzijn. En we noemen dat het spiritualistisch uitgangspunt. En dat staat tegenover het materialistische uitgangspunt dat bewustzijn ziet als een functie, dus als een gevolg van de stof. En de tweede conclusie is dat dood niet bestaat. Want die kracht of leven of bewustzijn bestaat uit talloze bewustzijnen en die zijn allemaal onscheidbare delen van dat universele levende organisme. En niets kan verloren gaan omdat alles een vonk van het levende organisme is, in zijn diepste wezen het universum is. En omdat alles leeft, omdat alles eindeloos bewustzijn is, bestaat dood in feite niet. Alleen de vormen waarin bewustzijnen zich manifesteren, die zijn eindig. De vormen ontstaan en verdwijnen weer, maar de kracht erachter niet. En dit is de derde conclusie. Als we die bewustzijnen of al die bewustzijnen of wezens brengen hun grenzeloze innerlijke vermogens naar buiten door kringlopen van activiteit en rust. Keer op keer manifesteren bewustzijnen zich in de wereld van vorm en doen daar ervaringen op. Om zich vervolgens weer terug te trekken in de innerlijke werelden, waar ze de inzichten verankeren die ze door die ervaringen hebben verworven. En die inzichten maken in de volgende belichaming deel uit van het werkzame bewustzijn. Die cyclische manier van ontwikkeling is universeel. Dat wil zeggen, die geldt voor alle levende wezens. Elk wezen doorloopt periode van activiteit en periode van rust. En door dat proces van manifestatie en terugtrekking eindeloos te herhalen, evolueert elk wezen van een onzelfbewuste vonk uit het hart van het universum tot een wezen dat zich bewust is van de eenheid van alle leven en zich met het hele universum vereenzelvigt. Zulke verontwikkelde wezens noemen we goden, omdat ze in hun hoogste aspecten, namelijk in hun goddelijk-geestelijke natuur, leven. En omdat het leven bewustzijn grenzeloos is, zijn er geen grenzen aan die groei. Ook bij wezens die het zelfbewuste besef van eenheid van leven hebben, bestaan er eindeloze gradaties. En het goddelijk wezen groeit uit tot een supergod. En die groeit weer uit tot een supergod. En zomaar door. Tot wij met ons mensenverstand ons daar niets meer bij kunnen voorstellen. Bij mensen zijn, zoals we hier zitten, dus niets minder dan goden in wording. We zijn integrale delen van het universum en ook wij hebben ons al talloze keren gemanifesteerd en weer teruggetrokken.
We verschijnen, zogezegd, door de poort van geboorte en we verdwijnen weer van het toneel door de poort van wat de dood lijkt te zijn. En zo hebben we al heel wat aspecten van ons bewustzijn tot ontwikkeling gebracht. We hebben bijvoorbeeld de volledige leerscholen van mineraalbewustzijn en plantbewustzijn doorlopen. En voordat we op de mensschool kwamen, hebben we, om bij de metafoor van de leerschool te blijven, de examens van de dierenschool afgelegd. En op elk van die scholen heeft ons bewustzijn zich in passende voertuigen of lichamen gehuld. En wanneer mensbewustzijnen zich manifesteren, dan doen ze dat in lichamen van vlees. En de letterlijke betekenis van het woord reïncarnatie is dan ook wedervleeswording. Een wederbelichaming van een mens is dus een reïncarnatie. Reïncarnatie is een ingrijpende leer, want die zegt ons dat we geen eendagsvliegen zijn, maar dat we altijd hebben bestaan en altijd zullen bestaan. En dat is voor de meesten van ons een wat onwennig idee, omdat wij hier in het Westen proberen op een nogal breinverstandelijke manier de wereld te begrijpen. We kijken vooral naar de uiterlijke kant van de dingen. Wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen, begrijpen we heel goed. Maar van de dingen die we niet kunnen waarnemen, hebben we de neiging te zeggen dat die dan ook niet bestaan. En we zien de kracht achter de manifestatie niet. We nemen alleen de gemanifesteerde toestand van die kracht waar. Het is dan ook begrijpelijk als u zich afvraagt hoe we kunnen weten of reïncarnatie bestaat. Wij, althans de meeste mensen, kunnen ons vorige incarnaties niet herinneren. En dat wordt vaak als argument tegen reïncarnatie gebruikt. Maar is de afwezigheid van herinnering wel een goede maatstaf? Wij zeggen van niet. En omdat dit argument nou juist zo vaak gebruikt wordt, is het zinvol om hier wat dieper op in te gaan. We zijn in dit ene leven dat we nu leiden al niet zo heel erg goed in herinneren. Wat weet u nog van uw babyjaren? En hoeveel is u bijgebleven uit uw kindertijd? En kunt u in detail navertellen wat er op 3 oktober een jaar geleden allemaal gebeurd is? Wie van u weet nog wat hij een week geleden precies gedaan heeft? En toch zult u niet zeggen dat hij niet bestaan heeft in uw vroege jeugd of vorige week. Feit is dat de meeste gebeurtenissen die zich dagelijks in ons leven voordoen, dat we die vergeten. In onze hersenen blijven maar enkele bijzonderheden bewaard. En wat we ons wel menen te herinneren, is ook nog eens heel persoonlijk gekleurd. U kent dat vast wel. U heeft jarenlang gedacht dat oom Jan op een familiefeest de sterren van de hemel heeft gedanst, maar dan blijkt dat uw neef, die er ook bij was, zich iets heel anders herinnert, want voor hem was het oom Kees die de show stal toen. En u heeft ongetwijfeld zelf dergelijke voorbeelden ruimschoots bij de hand. Maar hoe komt het nou dat we zo slecht herinneringen vasthouden? Nou heeft de mens verschillende soorten geheugen. We hebben een geestelijk geheugen en we hebben ook een meer stoffelijk geheugen. Dat is dan het gewone huis, tuin en keukengeheugen dat gebruik maakt van ons brein. En dat is opgebouwd uit aardse elementen en daarom is het onderhevig aan verval. Want alles wat stoffelijk is, is onderhevig aan verval. Ons brein is een fysiek registratie-instrument dat ontregeld kan raken. En daarom kunnen we veel feiten niet terughalen. Over ons brein is theosofisch gezien zoveel interessants te zeggen, dat we daar in maart een hele serie lezingen aan gaan wijden. En dan gaan we ook uitgebreid in op wat het geheugen precies is. Maar in verband met reïncarnatie wil ik er nu dit over zeggen. Elke
wedergeboorte, hullen we ons in een nieuw lichaam. We hebben dus ook elke incarnatie nieuwe fysieke hersenen. En die hebben geen deel gehad aan het voorgaande leven, want toen bestonden ze nog niet. En daarom is het logisch dat ons stoffelijke geheugen geen registratie van vorige levens heeft. Om te onderzoeken of reïncarnatie bestaat, moeten we dus een beroep doen op meer dan alleen ons breinverstand. En we komen al een stuk verder als we ons vermogen om de fysieke wereld waar te nemen en te ordenen, onze wetenschappelijke manier van denken dus, combineren met ons filosofische denken, dat wil zeggen met ons redenerend vermogen. Met dat vermogen reiken we achter de sluiers van de materie en kunnen we de achterliggende verbanden, ofwel het waarom der dingen, ontdekken. De grote Griekse wijsgeer Socrates gebruikte die filosofische manier van onderzoek. En het is ook de methode die we in onze cursus Anders Denken gebruiken. Cursisten in de zaal die herkennen dit wel. Plato geeft in de dialoog Phaidon Socrates onderzoek naar het bestaan van reïncarnatie ongeveer als volgt weer. Socrates laat zijn vrienden goed om zich heen kijken en hij wijst ze erop dat er overal paren van tegenstellingen voorkomen. Licht en duisternis, goed en kwaad, kort en lang enzovoort. En bij al die paren van tegenstellingen horen overgangsvormen. Zo gaat de dag over in de nacht via de schemering. En de nacht gaat over in de dag via de dageraad. Met andere woorden, die paren van tegenstelling duiden altijd de toestanden van iets aan. Iets gaat van de ene toestand over in de andere. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor waken en slapen. Je moet geslapen hebben om te kunnen ontwaken. En je moet wakker geweest zijn om te kunnen inslapen. Vervolgens stelt Socrates vast dat ook dood en leven een paar van tegenstellingen is. Twee toestanden waar dus ook overgangsvormen bij horen. Geboorte is de overgangstoestand van dood naar leven en sterven is niets anders dan de overgang van leven naar dood. Dus, zegt Socrates, een dood mens moet geleefd hebben. En een mens die geboren wordt, moet dood geweest zijn. En Socrates heeft een goed punt, want als we naar de natuur om ons heen kijken, dan zien we dat alles van de ene toestand in de andere overgaat. Niets in de natuur blijft hetzelfde, omdat alles leeft, beweegt en groeit. En die groei voltrekt zich cyclisch. Hè? De boom laat in de herfst zijn bladeren vallen en gaat in een rusttoestand. Maar in het voorjaar komen de bloesems en de bladeren. En de boom is een stukje hoger en een stukje dikker geworden. En maakt iets meer twijgen dan het jaar daarvoor. En mensen zijn integrale onderdelen van die natuur. Voor mensen moet dus ook gelden voor wat voor die boom geldt. Dood en leven lijken elkaars tegengestelde te zijn, maar in feite brengen ze elkaar voort. Leven komt voort uit dood en dood is de oogst van leven. Na een rustperiode volgt een nieuwe levensfase waarin de boom of de mens of het atoom of het zonnestelsel innerlijk iets gegroeid is en weer iets meer van zijn innerlijke vermogens naar buiten brengt. We doen er nog één stapje bij. We doen een beroep op ons vermogen om het grenzeloze achter alle veranderende vormen en toestanden te beseffen. Als reïncarnatie een universeel geldende lering is, dan moeten we allemaal iets ervaren
van de altijd bestaande kracht achter de tijdelijke manifestatie. En dan vraag ik u, is het niet zo dat we iets in onszelf ervaren dat er is als we overdag druk bezig zijn? Dat er is als we na een nacht slapen wakker worden? Dat er is als we jong en vitaal zijn, maar ook als we oud en gebrekkig of als we ziek zijn? Iets dat er altijd is, hoezeer we in ons leven ook veranderen? Dat iets was er al voor uw geboorte in dit leven en is er nog als u dit leven op aarde weer afsluit. Dat iets is datgene in u dat weet heeft van de vele nog sluimerende vermogens in u. En dat deel in u dat weet, weet ook dat één leven niet genoeg is om al uw aspiraties tot ontplooiing te brengen. Dat deel weet dat het de dood overleeft en opnieuw in actie zal komen. Een van de belangrijkste vragen die we moeten beantwoorden als we het over reïncarnatie hebben, is: wat is nou dat iets dat die fase van leven en dood doorloopt? Wat reïncarneert er nou? Of beter gezegd, wat is de mens eigenlijk? We hadden al vastgesteld dat een deel van ons niet vergaat zoals ons lichaam dat na het stervensmoment wel doet. Mensen zijn dus, net als elk willekeurig ander wezen, samengestelde entiteiten. U bent bewustzijn, u belichaamt zich, dus u heeft een lichaam, of liever gezegd lichamen, of nog beter voertuigen. Anders gezegd, ieder wezen is in essentie een geestelijk goddelijk wezen dat zich in de actieve fase van een cyclus van leven en dood manifesteert door middel van stoffelijke voertuigen. En nu moeten we oppassen dat we die begrippen geestelijk en stoffelijk niet te absoluut zien, want bewustzijn bestaat altijd en uit geest of kracht en uit stof. Geest en stof gaan in elkaar over en komen uit elkaar voort. Het zijn twee aspecten van bewustzijn die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Stof is in feite gekristalliseerde geest en geest is etherische stof. En laten we nou eens kijken hoe zo'n samenspel van geest en stof van de menselijke samengesteldheid eruit ziet. En daarvoor gaan we een schema gebruiken, zodat we ons dat een beetje kunnen voorstellen. Maar we moeten wel in ons hoofd houden dat een schema natuurlijk nooit de werkelijkheid is. Want alle elementen waar wij het vanavond over hebben, staan in werkelijkheid niet boven elkaar, maar werken door elkaar heen. Elk wezen, en dus ook de mens, is een centrum van bewustzijn dat is geworteld in het hart of het allerdiepste, allerinnerlijkste van het universum. En daarom bezitten alle wezens in potenties alle vermogens die het universum bezit. En die vermogens, die stromen als het ware uit hun eigen bron. Met andere woorden, elk wezen is een stroom van goddelijke energieën. En die stroom, die loopt vanuit zijn goddelijke kern van de meest geestelijke sfeer tot aan de meest stoffelijke sfeer. Het hoogste deel van die stroom van bewustzijn, het geestelijke deel, is hetzelfde in alle wezens. En dat deel manifesteert zich in de stoffelijke sfeer in een lichaam. En die lichamen waarin bewustzijnen zich hullen, zijn juist weer heel divers, want die passen precies bij het stadium van ontwikkeling waarin een wezen zich bevindt.
Nu is het zo dat die geestelijke energieën uit het geestelijk deel zoveel etherischer zijn dan de stoffelijke zijde van de natuur, dat die niet direct in dat stoffelijke lichaam kunnen functioneren. Er is een schakel nodig die de geestelijke energieën transformeert of vertaalt naar de minder ontwikkelde stoffelijke sfeer. En die schakel, die wordt gevormd door de menselijke natuur. Die werkt als een transformator tussen zijn geestelijke ouder en zijn lichaam. En laten we dat deel ziel noemen, want dat past bij de indeling geest, ziel, lichaam, die de apostel Paulus gebruikte toen hij over de samengesteldheid van de mens sprak. En nu we die driedeling hebben, kunnen we uitzoeken wat er reïncarneert. Dat is niet het geestelijke deel. Dit hoogste aspect, ons geestelijke hart, is onvergankelijk. Dat is een vrijwel homogene spirituele eenheid die niet uiteenvalt, maar die voortdurend wakker blijft in zijn eigen spirituele sfeer. Eenvoudig omdat dit deel alles wat er op de lagere sferen van bewustzijn te leren valt, al heeft geleerd. Dit deel doorloopt geen cyclussen van leven en dood meer, want het heeft de ervaringen in de stof niet meer nodig. En het is ook niet het stoffelijke deel, het lichamelijke, want dat is vergankelijk. Dat is geen moment hetzelfde. In ons lichaam is het een voortdurend komen en gaan van miljarden levende bouwstenen. Uw lichaam is nu alweer een beetje anders dan toen u van huis wegging om naar deze lezing te komen. En u weet dat ons lichaam zich elke 7 jaar volkomen vernieuwt. En we weten allemaal dat het lichaam na de dood ook snel uiteenvalt. Er is dus niets zo veranderlijk als de stof, hoe solide die ook mag lijken. We moeten dus naar het zielendeel kijken. Daar is het menselijke bewustzijn actief of wakker. Daar leren we alle menselijke vermogens tot ontplooiing te brengen en te beheersen. Vandaar dat we de ziel ook wel het lerende deel van onze constitutie noemen. En u ziet dat dat zielendeel deels vergankelijk is en deels onvergankelijk. Het vergankelijke deel van de ziel richt zich op het lichamelijke en het onvergankelijke is op het geestelijke gericht. Dat onvergankelijke deel van de ziel overleeft, net als het geestelijke deel, de dood van het lichaam. En dat deel van de ziel noemen we met een theosofische term de reïncarnerende ego. Dat is wat u werkelijk bent als mens. En het is de reïncarnerende ego die zich incarnatie na incarnatie in een nieuw lichaam, of liever gezegd in nieuwe lichamen hult. En op die lichamen kom ik straks nog terug. Wat gebeurt er nu wanneer wij, reïncarnerende ego's, incarneren en excarneren? Bij een incarnatie verbindt u, de reïncarnerende ego, zich met de vergankelijke aspecten van de ziel en die hult zich weer in een stoffelijk lichaam. En daarmee is de samengestelde entiteit weer compleet en doet door middel van het zielendeel en het lichaam een tijd lang ervaringen op in de aardse wereld. Incarneren betekent dus heel simpel dat de reïncarnerende ego in de stoffelijke wereld opnieuw samenwerkingsverbanden aangaat. En excarneren wil zeggen dat u dat samenwerkingsverband weer loslaat. De reïncarnerende ego trekt zich terug in zijn onvergankelijke innerlijke leefgebied. U bezielt dan tijdelijk de vergankelijke aspecten niet en die vallen weer uiteen en blijven achter in die sferen
waar ze op basis van hun ontwikkelingsniveau thuis horen. Wanneer we geïncarneerd zijn, maken we onze actieve periode door, waarin we leren. En wanneer we geëxcarneerd zijn, bevinden we ons in een toestand van rust. Overigens beleeft het bewustzijn na de dood de nodige avonturen, maar die bewaren we voor volgende week. Wat hebben we tot nu toe besproken? We hebben besproken dat aspecten van de leer van reïncarnatie van alle tijden zijn en van alle culturen. De leer van reïncarnatie is gebaseerd op de grondprincipes van de Theosophia, grenzeloosheid, cycliciteit en fundamentele gelijkheid. En daaruit volgt het spiritualistisch uitgangspunt, het feit dat er een kracht achter de verschijnselen werkzaam is. We hebben het er even over gehad dat elk wezen groeit door cycli van leven en dood te doorlopen. En bij mensen is dat incarnatie en excarnatie. Vandaar dat we het dan over reïncarnatie hebben. En bewijzen voor reïncarnatie vind je door niet alleen je wetenschappelijke, maar vooral je filosofische en religieuze vermogens in jezelf te gebruiken. Alle wezens zijn samengesteld uit geest, ziel en lichaam. En het menselijk bewustzijn is geconcentreerd in de ziel. En het onvergankelijke deel van de ziel reïncarneert. Dat is de reïncarnerende ego. En tenslotte hebben we gezegd dat incarneren betekent dat die reïncarnerende ego voertuigen opbouwt en samenwerkingsverbanden aangaat, de stoffelijke sfeer. En excarneren betekent dan dat de reïncarnerende ego zich terugtrekt uit die voertuigen en de samenwerkingsverbanden weer loslaat. Dat lijkt me voldoende voor de eerste helft van vanavond. En als het goed is, heeft u vragen hierover. En die mag u stellen als u wilt. Dat punt 5 interesseert mij het meeste. De wijze van reïncarnatie. Dat is zeg maar voor mij nog een abstract begrip, voor u waarschijnlijk niet, misschien niet dat beter duiden. Wat is bij u bijvoorbeeld het vermogen, zoals daar beschreven is, de filosofische, religieuze vermogens die u gebruikt in uzelf? Nou ja, wat ik doe is niet zo heel erg interessant, maar in het algemeen kan ik daar wel iets over zeggen. We hebben ze allemaal, die vermogens. Het is een beetje flauw om te zeggen dat ik daar volgende week uitgebreid op inga, maar dat is wel zo. Maar wat ik er nu over kwijt kan, is dat het redenerend vermogen is een vorm van begripsvermogen, waarbij je een aantal dingen waarneemt en probeert te begrijpen hoe die zich tot elkaar verhouden. Dus het gaat verder dan het registreren van feiten, die je dan misschien ook nog ordent. Maar je gaat kijken wat daarachter zit, wat de verbinding daartussen is. Hè? Als je kijkt naar een beweging als de Gaia-beweging die we in de tijd hebben gehad. Hè? Dat alles wat er in de aarde, op de aarde leeft, een verbinding met elkaar heeft. Dat wat wij hier doen en denken, dat invloed heeft op anderen ver weg. Dat zijn allemaal gedachten die in je opkomen wanneer je je filosofische vermogen aanspreekt. Het feit dat u naar deze lezing komt, heeft vaak te maken, tenzij u natuurlijk gedwongen bent door iemand, maar dat lijkt me niet, vaak te maken met vragen die u heeft over dingen als reïncarnatie, als karma. Hoe zit het nou in deze wereld in elkaar? Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Die waarom-vragen. Als u die vragen stelt, dan bent u met filosofie bezig. Dan bent u met uw filosofische vermogen bezig. En als u heel vaak filosofische vragen stelt, dan maakt u in uzelf ook het vermogen wakker om tenminste aanzetten van antwoorden te vinden. Een hele belangrijke wetenschapper, Pim van Lommel, misschien heeft u wel eens van hem gehoord, het was een cardioloog, meen ik, die had ook van die waarom vragen tijdens zijn werkzame leven.
Die zag namelijk dat mensen die eigenlijk dood waren tijdens een operatie, soms weer bijkwamen en dan een bijna doodervaring hadden gehad. Die keken als het ware op zichzelf neer, terwijl ze dood waren. En die is ook gaan denken van, hoe kan dat nou? Hè? Wat is dat dan, dat bewustzijn? Dat zit dus blijkbaar niet in het lichaam. Daar moet meer over te weten zijn. En hij is onderzoek gaan doen. Dus hij heeft zijn filosofische waarom-vragen gecombineerd met zijn ordenende vermogen van de wetenschapper. En toen is daar een prachtig boek uitgekomen, Eindeloos Bewustzijn, waarin we verder gaan, waarin hij verder gaat, op basis van onderzoek, dan wat je in de wetenschap over het algemeen vindt. Nou, dat is uw filosofische kant. En onze religieuze kant is eigenlijk een soort besef van eenheid. Dus niet verbanden alleen, maar werkelijk fundamentele eenheid. En dat besef, dat hebben we nog niet zo vaak, omdat we die kant van ons bewustzijn, menselijk bewustzijn, nog niet zo heel goed hebben ontwikkeld. Vandaar dat we steeds maar weer incarneren. En dan elke keer weer een beetje meer daarvan ontwikkelen. Maar je zou, ja, in de cursus Anders Denken, wordt daar ook naar gevraagd aan de cursisten, van wat zou nou een eenheidsbeleving kunnen zijn? Nou, alleen de vraag al roept de neiging tot onderzoek op. En ik kan er één verklappen. En dat is als je in een heel mooi stil bos loopt, bijvoorbeeld. Of langs de zeelijn. Dan kan het wel eens voorkomen dat je je zo één voelt met waar je bent, dat je nog wel jezelf bent, maar dat je toch geen grenzen tussen jou en je omgeving meer ervaart even. Dat is een echte eenheidservaring. Die hebben we wel eens. Dat is uw religieuze kant. En die kunt u ook verder ontwikkelen. Heeft u daar een beetje wat aan? Natuurlijk heb ik daar wat aan. En waar het om gaat is natuurlijk, kijk, wanneer je hierover nadenkt, kan je concluderen. Maar die had ik al gemaakt, die conclusie. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Ja. In feite vind ik dat eigenlijk, dat is een overlapping van het geheel wat hier staat. Ja. Dat is ook wat we met dat spiritualistisch uitgangspunt bedoelen. Hè? Dat we zeggen, er is een kracht achter de verschijnselen. En de verschijnselen zijn eigenlijk de vormen waarin die kracht, dat bewustzijn, zich hult. Waarbij bewustzijn overal en nergens is. En eindeloos en oneindig en eeuwig. En dat is inderdaad, er is meer tussen hemel en aarde, zo zou je dat goed kunnen zeggen. Ja. Misschien nog iemand. Nu is een hele hoop vragen. Helemaal gedaan, mevrouw. Ja, nu? Ja? Duizend jaren geleden waren er veel minder mensen dan nu tegenwoordig op aarde. Betekent dat er dus hele oude zielen zijn en dus ook hele jonge zielen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of we 1000 jaar geleden terug kunnen gaan en kunnen bepalen of er inderdaad minder mensen waren dan nu. Dus dat is al een beetje een vraag. Hè? Maar dat is niet eens zo heel belangrijk. De Theosofia zegt het volgende. Alles is het leven is eindeloos en grenzeloos. Dus er gaat niets af en er komt niets bij. Alles is altijd, hè, is altijd geweest, zal altijd zijn. Dus elk bewustzijn is altijd geweest. Nou is het wel zo dat, nou hebben we het even alleen over de mensen, menselijke bewustzijnen, dat, en dat is dan de wet van karma, van oorzaak en gevolg, dat je incarnaties zelf eigenlijk vormgeeft door de attracties die je opbouwt. Met mensen, met plaatsen, met gebeurtenissen, met gedachten, met ideeën, met idealen. U noemt het. Daar kun je een attractie mee hebben. Een positieve, liefde, een negatieve, haat en alle gradaties daarvan.
En door die attracties zul je na een rustfase op die plaats en in die omgeving met die mensen en die gebeurtenissen terugkomen waar je jezelf eigenlijk in vorige incarnaties al aan verbonden hebt. Nou zijn er fasen op aarde, in de periode op aarde, die heel populair blijkbaar zijn. Dan heb je dus meer manifestaties van bewustzijnen. We hebben er nu vrij veel. Het is als een film die in het theater speelt waar veel belangstelling voor is. Maar er kan ook een film spelen die niet zo interessant is voor veel bewustzijnen. En die zullen dan nog niet incarneren op dat moment. En een geëxcarneerd bewustzijn is grenzeloos, heeft eigenlijk geen plaats of ruimte. En dus gaat het niet om die, als we het fysiek benaderen, materialistisch, dan zou je denken, moet allemaal een plekje hebben en dan is er geen plaats meer op een gegeven moment. Nou, eigenlijk kun je die gedachte loslaten wanneer je van het spiritualistisch uitgangspunt uitgaat. Alle bewustzijn is er, soms is het gemanifesteerd en soms niet, om karmische redenen. En karmische redenen, kan je die in je, de tijd dat je hier rond hebt, kan je die bewerken? Kan je die bewerken? Beïnvloeden? Ja. Ja. Ja, dat is een heel kort antwoord, maar we zijn denkers. Ik ga niet al te veel verklappen. We zijn denkers. In ons denken is bepalend voor hoe we leven. Dat zei onze inleider al zo prachtig. Die heeft er veel minder woorden voor nodig als ik. En de manier waarop je leeft bepaalt wat er hier gebeurt, zal ik maar zeggen, tijdens je leven, maar zelfs na je dood. En daar hebben we het ook nog over deze maand. Maar je kunt het beïnvloeden. Ja. Ik zag nog wat vingers. Mevrouw in het midden en dan kom ik bij u. Ja, u zei stoffelijke hersenen kunnen niet bevatten dat je een eerder leven gehad hebt. Dus daarom weet ik. Kan u niet heel goed vragen. De stoffelijke hersens kunnen niet bevatten dat je een eerder leven gehad hebt. Dus daarom weten wij niet van vorige reïncarnaties. Mm-hmm. Maar is het nu ook andersom? Want heel veel mensen zeggen dan als ze geliefde kwijt zijn geraakt, dat die zich wel eens manifesteert dan op een spirituele manier. Dat zal dat dan waarschijnlijk ontzettend kunnen zijn. Bewustzijn is grenzeloos en eindeloos. Hè? Dus, en in ons meest spirituele aspect zijn we geestelijk. En dan is er eigenlijk sprake van spirituele liefde, zou je kunnen zeggen. Bovenpersoonlijke, onvoorwaardelijke liefde die niets eist, zal ik maar zeggen. Nou, dat is eigenlijk die spirituele kant van ons allemaal. En daarin zijn we één. Daarin zijn we eigenlijk allemaal hetzelfde. En die overleeft de dood van het lichaam altijd. Alleen moet ik daarbij zeggen dat er heel veel verhalen de ronde gaan, hè, van dat een geliefde zich weer heeft gemanifesteerd, et cetera. Nou, iedereen, ja, dat kan ik rustig zeggen, zo'n beetje alle mensen in deze fase van onze ontwikkeling, je moet zich bedenken, menselijk bewustzijn ontwikkelt zich gemiddeld zeg maar in ruim 4 miljard jaar, dus dat zijn wel een paar incarnaties. We zitten ongeveer halverwege, dus we hebben allemaal nog wel wat incarnaties te gaan. En dat doen we niet willekeurig. Hè? Dat was ook een beetje het antwoord op de vraag van de mevrouw achter u. Karmisch gezien, hè, we hebben karmische oorzaken zelf gelegd en die bepalen, eigenlijk dus bepaal je het zelf wanneer je geboren wordt en met wie. Over details kunnen we het ook niet gaan hebben, want als u zich voorstelt dat ieder van ons al talloze keren is geïncarneerd, een veelvoud daarvan aan gedachten heeft gedacht en handelingen heeft gedaan, enorm veel relaties heeft opgebouwd, van verschillende karakteristieken, van verschillende kwaliteiten, dan kunt u zich voorstellen dat ieders karma vrij ingewikkeld is. Een net, we noemen het wel eens een web van relaties, een web van karma. Hoe dat dus tussen twee mensen precies zit, is onverantwoord om daarover te speculeren. Dus dat gaan we niet doen.
Maar dat onbaatzuchtige spirituele liefde overleeft, dat is wel iets waar je werkelijkheid aan kunt toekennen. Daar wou ik het bij houden. Hoe zich dat dan verder uitwerkt, is ook niet zo heel erg interessant, denk ik. En dan, u wilde ook iets vragen. Ja, eerst een aansluit op wat u tegen de meneer net zei. Ja. Die religieuze vermogens onder ons, het eenheidsbewustzijn. Houdt u deze ja, zich bezig met kijken van, wij zijn ons aan het ontwikkelen. Die eenheidsbewustzijn, dat wordt incarnatie en incarnatie is het doen dat steeds meer wordt. Dat zou, ja. Ja, dat is ook zo. Kijk, is het via ook zeg maar dan naar het verleden van zoveel, duizenden jaren geleden van zo'n eerst bewustzijn van de mens toen en hoe heeft zich dat ontwikkeld? Nou, als je beseft dat je een reïncarnerend wezen bent, hè, dat je dus keer op keer reïncarneert en dat je dat doet om karmische redenen, dan zou je ook kunnen bedenken dat je niet alleen reïncarneert, maar met die mensen, of in dat volk, waar je je banden hebt opgebouwd. Dus volken incarneren ook, en nu verklap ik alweer iets van de tweede helft van de lezing. Maar, en dat betekent dat die cyclische groei, want we hebben het niet over een lineaire groei, maar we hebben het over een cyclische groei, hè? Dus Je incarneert, je doet ervaringen op, je leert daar lessen uit, je weeft die lessen in je rustfase, en je incarneert weer en je doorloopt weer zo'n hele cyclus van leven, van jeugd naar volwassenheid, naar ouderdom, etc. Dat lijkt hetzelfde, maar je bent intussen iets wijzer geworden. Dat gebeurt met die volken ook. Dus volken incarneren ook. Het is dus niet zo dat je dat lineair moet zien, maar cyclisch. En dan krijg je toch een ander beeld. Dan krijg je een wenteltrap omhoog. Dus er is zeker sprake van groei. Steeds edeler worden. Nou, wat is nou een goede manier om te kijken hoe ver wij gevorderd zijn? Het beste wat je kunt doen, denk ik, is naar je eigen karakter kijken. Wat in je karakter overheerst er? Dat verlangen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. En lekker makkelijk te leven, of het verlangen om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Ik noem nou maar gewoon een paar dingen hoor. Nou, dat zijn twee verschillende manieren van tegen de wereld aankijken. Die worden gevoed door twee verschillende denkaspecten, zou je kunnen zeggen. En dat is wat je karakter, dus de verhouding van de denkaspecten in je en de mate waarin ze ontwikkeld zijn, en de mate waarin je daarna leeft, die zeggen iets over jouw ontwikkeling. En ja, en als je jezelf kent, ken je iedereen in wezen. Maar dat is wel een beetje een diepe misschien. Dan gaat het echt over die zeer samengestelde mens die we in wezen zijn. Van de mate van waarop jij dus ontwikkelt, hè, want dan is de wereld een spiegel, houdt dat dus ook in de mate waarin de mens waar je dus de banden mee hebt zich ontwikkeld. Ja, die zeggen eigenlijk iets van jezelf. Je hoeft het niet altijd fijn te vinden hoor. Het is gewoon oorzaak en gevolg. Dat was niet voor jezelf, dat is het of dan zegt dat iets over waar jij in je ontwikkeling staat. Ja. Maar het feit van dat je in een bepaald volk of in een bepaalde groep begeeft, geeft dan ook weer van dat dus die hele groep op een bepaalde in een bepaald stadium van ontwikkeling zit waar je Daar moet je ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Er zijn banden. Zeg maar, hè. Er zijn relaties opgebouwd. En waarom zijn die relaties opgebouwd? Omdat er innerlijk, want het begint altijd innerlijk, hè, die kracht erachter. Hè. Heb je iets wakker gemaakt in jezelf? Je bent iets aan het ontwikkelen. En dat roept meteen op dat je in situaties terecht gaat komen waarin je dat ook waar kunt maken, als het ware, in de praktijk, in het leven. Dat is eigenlijk het idee daarachter. Maar voor iemand anders kan het zo zijn dat hij diezelfde ervaring nodig heeft, maar om andere redenen. Dus ja, je moet, zo makkelijk is het dan ook weer net niet, maar het heeft wel, in ieder geval heb je samen iets te ervaren. Dat kun je veilig zeggen. Ja. Hoe zit het met onze pauze?
Mag het nog? Kan nog een paar minuutjes, dan... Ik ga nog even zorgen voor het beleid, want ja. Eigenlijk in onze tijd gaan we er ook vooral uit om menselijk onderzoek om aan te tonen dat iets is. Trouwens is dat onderzoek vooral voor het materieel. Ja, de buitenkant. En eigenlijk zeg je hier, bewijs van reïncarnatie vind je door de filosofische en religieuze vermogen zelf te gebruiken. Die zijn in die zin niet volgens de wetenschappelijke methodiek objectiveerbaar, bijna. En je gaf ook het voorbeeld van de Lommel die het probeert. Misschien is er dus wel een weg om te onderzoeken, maar er zit ergens misschien een punt waarop je dus de bewijzen die we nu zoeken in de materiële meetbaarheid, dat je daar geen bewijs meer op kan vinden. Want dat hoor ik een beetje aan. Dat is de eis van. Niet overal, maar de eis is in het algemeen in de wetenschap dat het objectiveerbaar of verifieerbaar moet zijn. De Theosophia zegt van als iets waar is, dan moet het met de feiten in overeenstemming zijn. Dus er zal nooit een discrepantie kunnen zijn tussen wat de Theosophia vertelt en wat we uiteindelijk, want we leren steeds meer bewijzen, wetenschappelijk aantonen. Waar je wel naar kunt kijken is de interpretatie van die feiten. Wetenschappers die feiten interpreteren met alleen maar door alleen maar naar de buitenkant te kijken, missen eigenlijk iets. Een echte, hele goede wetenschapper, zoals bijvoorbeeld Einstein was, die had eerst een idee, een inzicht zou je kunnen zeggen. Dat is ook dat filosofisch-religieuze deel in je. Dus die zag eigenlijk iets, als het ware. En die heeft de rest van zijn leven eraan besteed om dat wetenschappelijk te verifieerbaar te maken. Dat is eigenlijk de manier van wetenschap bedrijven waar we naartoe zouden moeten. En er zijn ook echt wetenschappers die dat doen. Het is geen kommer en kwel, maar dat zouden er meer kunnen zijn. Dus eigenlijk beperken wetenschappers zich door niet... Het woord religie is natuurlijk al erg beladen en besmet, zou je kunnen zeggen. Door zich aan filosofische en religieuze bespiegelingen te wagen. En het is nou ook niet zo dat je godsdienstig zou moeten zijn. Want dat is heel iets anders dan religieus zijn. Hè? Religieus heeft met die eenheidsbeleving, dat eenheidsbesef te maken. Godsdienst heeft juist te maken met een dienst aan iets wat buiten je staat. Het is dus iets heel anders. Maar goed, dat beeld leeft wel. En dat is natuurlijk ook wel een beetje een hinderpaal. Nou, als wetenschappers meer gebruik zouden maken van waar ze ook de beschikking over hebben, en waar de Theosophia dan vrij duidelijk en ook tamelijk down to earth over praat, dan zou je verder kunnen komen in de wetenschap. En tenslotte is Theosophia, het is wetenschap, religie en filosofie in één. Hè? Dus eigenlijk... zegt dat al dat het ene niet helemaal uit de verf komt zonder het andere. En dan hoor je ook zeggen, eigenlijk de stelling die een wetenschap wil onderzoeken, haalt hij uit zijn gedachten, dus uit zijn iets hogere denken, maar die gaat hij ook op rationele bewijzen. Ja, laten we even de tweede helft van de lezing afwachten. Dan ga ik er iets verder op die verschillende denkvermogens in. Want daar gaat het natuurlijk om. En over de combinaties daarvan en de gerichtheid, zeg maar. En dan wordt het misschien wat helderder. En als dat niet het geval is... Ja. Ja, nou niet... Ik heb een enkele passages eruit gelezen. En nou zeg ik misschien iets wat helemaal niet aardig is, maar het lijkt wel alsof hij ook ergens in gelooft. Het kan alleen maar zo zijn dat. En dan denk ik dat je niet met wetenschap bezig bent, maar dan ben je juist met godsdienst bezig. Maar dat is mijn mening. Nog één laatste vraag. Dus klopt dat weinig in je verhaal? Dat kan twee antwoorden. Als de fundamentele gelijkheid geldt voor de totale ziel dan? Omdat die pardon? Als de fundamentele gelijkheid voldoet aan de totale ziel, stop je dan redeneren? Want dan is het geen adoptie. Het is een hele goede vraag. Als we het letterlijk nemen, het woord reïncarneren.
Dus het wedervlees worden, dan stopt dat op een dag. Op een dag, op een keer. Waarom? Omdat u dan, uw bewustzijn dan zo ver is gegroeid, hè, veredeld, dat u helemaal niet meer in een stoffelijk lichaam past, in een lichaam van vlees past. U bent dan namelijk geen mens meer, maar u bent een volleerde mens. U heeft het examen gehaald van de mensschool, zeg maar. Maar u bent bewustzijn. En bewustzijn is eindeloos en oneindig. Wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt u jongste bediende van het godenrijk, om het zo maar eens te noemen. En dan begint het wederbelichamen weer van vooraf aan. Alleen dat lichaam zal niet een lichaam van vlees zijn, maar een lichaam van licht of iets dergelijks. Dus ja, het stopt en nee, het stopt nooit. Dus geest en ziel is dan gelijk en dat is dan gelijk. Ja, alleen in die, en dat het, daarom is het zo mooi dat we die gedachte hebben van dat grenzeloze bewustzijn, van dat grenzeloze. Er is altijd nog een geestelijker gebeuren. Je kunt nog geestelijker en nog geestelijker en nog geestelijker. En dat houdt nooit op. Ja, dus... Wat zegt u? Dat moet haast wel, want we waren niet als eerste op aarde. Dus de ziel heeft natuurlijk een andere adoptiepunt gehad om te incarneren. Als u het over mensen heeft, dan heeft u het over mensen. Wij waren niet als eerste. Nou, de Theosophia zegt dat niet. Ja. Nou, wij zijn en lichaam en ziel en geest. Of wij hebben een lichaam, we zijn ziel en geest. En dat blijven we ook. Alleen in een steeds hoger ontwikkelingsniveau. Laten we, als u dat vasthoudt, dan heeft u een aardig kompas, zeg maar. Zullen we even pauzeren? Dames en heren, voor de pauze hadden we het erover dat een deel van onze samengesteldheid onvergankelijk is en de dood overleeft. En een deel is vergankelijk en valt bij het sterven uiteen. Om u nou te laten zien wat nu precies vergankelijk is en wat onvergankelijk, zoomen we nog een beetje verder op die samengestelde constitutie die we zijn in. Je kunt die drie delen, die drie bollen, nog wat verfijnen, zodat je 7 kwaliteiten of beginselen van bewustzijn kunt onderscheiden. Die bovenste bol van ons schema bestaat uit 3 beginselen. Het goddelijke aspect, het geestelijke aspect en het hogere denkvermogen. En deze 3 beginselen die vloeien uit elkaar voort, maar zijn zo nauw met elkaar verweven dat ze een eenheid vormen die niet uit elkaar valt. En dat hogere denkvermogen, dat is dus de reïncarnerende ego. En dat overlapt met het zielendeel. En het zielendeel is de zetel van het denkvermogen dat karakteristiek is voor het menselijk bewustzijn. Daar vind je dus ook de vergankelijke kant van het denkvermogen, de lagere vorm van het denkvermogen. En die vloeit uit de geestelijke 3-eenheid voort en overlapt in het begeerteaspect weer met het lichaam. Het stoffelijke voertuig vloeit weer voort uit het zielendeel en bestaat uit vitaliteit, een modellichaam en tenslotte het uiterlijke lichaam van vlees. Als we geïncarneerd zijn, stromen de spirituele kwaliteiten vanuit onze geestelijke kern via die verschillende aspecten helemaal tot aan ons stoffelijk omhulsel. En op elk tussengebied wordt de spirituele invloed een beetje zwakker, een beetje stoffelijker. En hoeveel zwakker die invloed is, dat hangt dan af van de schakel tussen geest en lichaam. En die schakel is in feite het denkvermogen, ofwel het menselijk bewustzijn. Wij zijn mensen en het woord mens komt van het Sanskriet woord manas en dat betekent denken. We leren dus het denkvermogen te ontwikkelen
En het is goed stil te staan bij de evolutionaire uitdagingen die dat voor ons als reïncarnerende mens met zich meebrengt. Pardon, immers. In minder ver geëvolueerde bewustzijnen is dat denkvermogen nog niet actief. Want bewustzijn ontwikkelt zich in stadia. Elk bewustzijn ontwikkelt eerst de laagste en meest stoffelijke aspecten. En pas als hij die heeft leren gebruiken en beheersen, is hij toe aan de meer geestelijke aspecten. Dieren bijvoorbeeld leren om hun verlangen naar voedsel en beschutting te realiseren. Zij ontwikkelen naast vitaliteit de meer basale begeerte. Mensen zijn bewustzijnen die al boven het dierlijke stadium zijn uitgegroeid. En welke kwaliteiten ontwikkelen we dan? Wat zijn nou typische kenmerken van denkers, ofwel waarin onderscheiden denkers zich van minder ver ontwikkelde bewustzijnen? Nou, waar dieren nog overwegend instinctief reageren op hun omgeving, zijn wij, denkers, ons bewust van onszelf. Dat wil zeggen, wij kunnen onszelf in relatie tot onze omgeving beschouwen. En daarom zijn mensen zelfbewuste bewustzijnen. Dat vermogen is in plantbewustzijnen bijvoorbeeld nog niet actief. Planten reageren op koude en warmte, maar dat doen ze automatisch en niet op een overwogen manier, want zij zijn niet in staat zichzelf als een zelfstandige entiteit te beschouwen. Ze reflecteren niet op zichzelf en denkers doen dat wel. In het dierenrijk zijn er verontwikkelde dieren die zich al wel enigszins bewust zijn van zichzelf ten opzichte van anderen. Denkt u maar aan dolfijnen, die zie je echt contact maken met mensen. Maar ook die verontwikkelde dieren handelen nog overwegend instinctief en niet vanuit een op redenering gebaseerde keuze. Ze hebben geen moreel besef en denkers hebben dat wel, want denkers kunnen tot op zekere hoogte de consequenties van gedrag overdenken en overzien. Denkers kunnen dus zelfbewuste keuze maken. En daarom zijn denkers verantwoordelijk, zijn wij denkers verantwoordelijk voor onze gedachten en de handelingen die daaruit voortvloeien. Minder ver geëvolueerde wezens volgen min of meer automatisch de impulsen van hogere bewustzijnen, maar wij hebben onze evolutie zelf in de hand. Denkers kunnen dus zelf bepalen hoe hun cyclussen van leven en dood verlopen. De karakteristiek van de gedachten die we denken bepaalt de keuze die we maken. En onze keuzen zijn bepalend voor de manier waarop we leven. En de manier waarop we leven bepaalt de periode die we na het leven doormaken. Het is dus belangrijk om die karakteristieken van het denken goed in beeld te hebben. Gedachten kunnen van verschillende kwaliteit zijn, dat hoef ik u niet te vertellen, want dat weet u wel. Maar weet u ook dat alle aspecten die we in onze constitutie tegenkomen ook weer in ons denkvermogen terugkomen? We kunnen ons denkvermogen ook weer in 7 aspecten onderverdelen. En dan krijgt u nou een preview van de cursus Anders Denken. Want daar worden die denkaspecten uitgebreid besproken. En vanavond kan ik daar alleen summier iets over zeggen. Maar als u er meer over wilt weten, dan is die cursus misschien iets voor u. En de eerste les start niet morgen, maar vrijdag. Dus u kunt u vanavond opgeven, maar u kunt ook morgen nog even bellen met Stichting ISIS. Ja. Als u denkt, ik ben fit of ik heb pijn, dan denkt u met het lichamelijke aspect van uw denkvermogen.
Uw denken richt zich op zo'n moment op uw lichaam. En dan is er nog een denkaspect dat nauw verbonden is met de lichamelijke kant van onze constitutie. En dat zijn onze min of meer instinctieve reacties op alles wat onze zintuigen prikkelt. Dat zijn onberedeneerde positieve of negatieve gevoelens. Die kunnen plotseling opzetten, maar even snel ook weer verdwijnen. U hoort bijvoorbeeld een liedje en daar wordt u heel sentimenteel van. Maar als dat liedje is afgelopen, hebt dat gevoel ook weer weg. En een derde denkaspect dat heel nauw met ons lichaam verbonden is, is vitaliteit. En dat is de drang om actief te zijn, om iets te doen om het doen. En als die karakteristiek in het denken overheerst, en dat komt hier in het Westen nogal eens voor, dan zeggen we vaak dat die persoon eerst doet en dan pas denkt. En dan komt het begeerte aspect van het denken. En dat aspect, dat speelt een belangrijke rol, omdat wij als denkers zelfbewust verlangens kunnen koesteren en sturen. Je kunt bijvoorbeeld verlangen naar een luxe auto en daar helemaal in opgaan. Maar je kunt ook nuchter vaststellen dat je dan de hypotheek niet kunt betalen en dan daarom geen aandacht meer besteden aan het verlangen naar die auto. Of je verlangt naar een samenleving waarin iedereen meetelt. En je kunt je door dat verlangen laten inspireren en ernaar leven. Of je besteedt weinig aandacht aan dat verlangen en dan blijft het op de achtergrond. De kwaliteit van begeerte denken hangt dus helemaal af van de denker zelf. Je kunt zelf bepalen door welke begeerte je je laat leiden. En ik heb het nu bij de lagere denkaspecten gezet. Het zou dus ook een hoger denkaspect kunnen zijn. Het intellect is dat aspect van het denken dat we wel het logische denken noemen. Het 1 en 1 is 2 denken. En dit soort denken, dat gebeurt niet instinctief, want hier speelt het zelfbewustzijn actief een rol. Elke mens heeft intellect ontwikkeld, de ene wel wat meer dan de ander. Sommige mensen zijn zelfs zo bezig met intellectuele vraagstukken dat ze nauwelijks aan andere aspecten in zichzelf toekomen. Iemand die voortdurend met zijn gedachten bezig is moeilijke wiskundige vergelijkingen op te lossen, die vergeet te eten, die let niet op wat hij aantrekt en misschien heeft hij ook geen benul van wat er in de hoofden van zijn kinderen omgaat. En dat overdrijf ik nou expres een beetje, want ik wil aangeven dat een op zichzelf nuttig denkaspect bij een te grote dominantie niet zo goed hoeft te zijn. Nou, deze 5 denkaspecten, die kunnen we goed in onszelf herkennen. Maar we hebben er nog 2. En die zijn in de doorsnee mensen, we hebben het er al even over gehad, niet zo heel actief. En daarom zijn we er wat minder vertrouwd mee dan met de andere 5. Maar we kunnen ook die 2 hoogste denkaspecten wel enigszins herkennen. Het begripsvermogen houdt in dat we boven dat puur intellectuele denken uitstijgen, waardoor we dus die verbanden kunnen zien achter wat we waarnemen. We hebben dan inzicht in de diepere kern van iets. En dat inzicht, dat kan heel plotseling komen, maar het kan achteraf ook altijd intellectueel onderbouwd worden. Denkt u maar aan dat voorbeeld van Einstein. Dat denkaspect maakt het onzelfzuchtige in ons wakker, met al die edele eigenschappen zoals vergevingsgezindheid, mededogen en gevoel voor rechtvaardigheid. En het meest edele denkaspect is dan wat we eenheidsbesef kunnen noemen. En daar hebben we het ook al over gehad, hè? Dat is een ervaring die voor de meesten van ons maar enkele keren in ons leven voorkomt. En ik noemde toen het voorbeeld van die wandeling in dat stille bos of langs de zee. Dat u er wel was,
maar geen onderscheid meer tussen uzelf en de wereld om u heen ervoor. Nou, zo'n ervaring komt dan in de buurt van eenheidsbesef. Nou zijn de lagere denkaspecten gericht op ons voertuig. Dat deel zijn we niet, maar hebben we voor de duur van één leven. En als die aspecten de overhand hebben in ons denken, dan vereenzelvigen we ons met onze eenmalige persoonlijkheid. En die beschouwt zichzelf als iets wat losstaat van de rest. Ons bewustzijn heeft dan een heel beperkt bereik. We hebben dan weinig ruimte voor begrip en voor mededogen. En we denken en handelen dan overwegend zelfzuchtig. En de hogere denkaspecten, die zijn gericht op ons geestelijke deel. Dat deel dat we in essentie zijn. Dat deel dat onsterfelijk is. En als we ons denken daarop richten, dan vereenzelvigen we ons met ons onsterfelijke deel. En we zijn dan bovenpersoonlijk. We houden ons dan bezig met het kosmische deel in ons. En we voelen ons verbonden met alles. En ons bewustzijn heeft dan een heel groot bereik. En als dit soort denken de overhand heeft, dan hebben we veel ruimte voor begrip en mededogen. En we denken en handelen dan onzelfzuchtig. En nou we kijk hebben op de verschillende denkaspecten, dan kunnen we de volgende vraag beantwoorden. Waarom reïncarneren we keer op keer? Dan kijken we nog even naar het schema van het menselijk bewustzijn. Het bewustzijn van de meeste mensen is vooral actief in het begeerte intellect deel. En dat richt zich meestal op onze persoonlijkheid, op onze vergankelijke aspecten. En dan gebruiken we ons intellect vaak ook nog om onze persoonlijke verlangens te rechtvaardigen. U kent dat wel? Je ziet een prachtige jurk in een etalage hangen en je weet dat je die jurk niet nodig hebt, maar je sust je geweten door quasi verstandige argumenten dat die in de uitverkoop is nu en dat je dus eigenlijk geld bespaart. En als hij die jurk vervangt door een stuk gereedschap of door een gamecomputer, dan begrijpen de heren ook wat ik bedoel, of de technisch aangelegde dames. En wat we moeten leren is dus om ons bewustzijn in het begripsvermogen te concentreren en dat de leiding te laten nemen. Dan staat ons intellect niet meer in dienst van onze persoonlijkheid, maar in dienst van onze bovenpersoonlijkheid. We leren in ons begripsvermogen te leven door ervaringen op te doen op aarde wanneer we geïncarneerd zijn. En de spirituele lessen die we daaruit trekken, in ons karakter in te weven wanneer we geëxcarneerd zijn. In de volgende incarnatie zijn we dan weer iets wijzer, iets edeler geworden en geleidelijk aan zullen we ons steeds meer met onze bovenpersoonlijkheid identificeren. Als we niet steeds opnieuw zouden leven, dan zouden we niet kunnen groeien. Want waardoor groeien we? Door te leren van de fouten die we hebben gemaakt. Wij mensen zijn leerlingdenkers en leerlingen maken fouten. En we hebben net gezien dat we onze denkaspecten nog niet heel evenwichtig ontplooien en beheersen. En daarom denken we gedachten en doen we dingen die tegen de harmonie van de natuur ingaan. We veroorzaken disharmonie. En de natuur reageert altijd op disharmonie en zal die herstellen. Onze gedachten en onze handelingen horen bij ons. Ze komen uit ons voort. En daarom zullen de gevolgen daarvan vroeg of laat bij ons terugkomen. Met andere woorden, degene die de disharmonie veroorzaakt, moet die ooit herstellen. Onze reïncarnaties
staan niet los van elkaar, net zo min als de dagen in ons leven. Maar elke incarnatie is het gevolg of de optelsom van onze vorige levens. Het zijn afleveringen in een vervolgverhaal dat ons bewustzijn zelf schrijft. Gevolgen van fouten die we maken verdwijnen niet, want uit de grenzeloosheid kan niets verdwijnen, maar die komen op ons pad wanneer de situatie daarvoor geschikt is. En dat kan pas in een volgende incarnatie, in een andere aflevering van het vervolgverhaal, het geval zijn. En we kunnen talloze voorbeelden geven van opgebouwde disharmonie. Dus als iemand bijvoorbeeld vele levens lang erg bezig is zijn breinverstand te oefenen en daarbij zijn lichaam verwaarloost, dan kan het zijn dat hij elke incarnatie in een zwakker lichaam incarneert. En dan heeft hij elke incarnatie ook de gelegenheid om te leren dat een goed functionerend lichaam net zo goed belangrijk is. Dat alle aspecten van je samengestelde constitutie nodig zijn om een volledige mens te worden. En heeft hij die les eenmaal geleerd, dan zal hij zich in zijn komende incarnaties wat evenwichtiger ontwikkelen. Maar er gebeurt meer tijdens onze incarnaties. Want we leven niet alleen. En we kunnen ook niet alleen leven. Onze ontwikkeling heeft dus effect op anderen. We wisselen bijvoorbeeld atomen uit, maar ook gedachten reizen van mens naar mens. En al onze gedachten samen vormen één gedachtenatmosfeer. En naarmate we ons bewustzijn leren concentreren in onze onzelfzuchtige bovennatuurlijke, bovenpersoonlijke natuur, helpen we mee een zuiverder denkklimaat te maken. En een zuivere gedachtenatmosfeer draagt bij aan de innerlijke groei van onze medemensen. En hoe werkt dat dan? Bovenpersoonlijke mensen denken bewust onzelfzuchtige gedachten. Door je bewustzijn te richten op edele gedachten, wordt de kracht daarvan groter en tegelijkertijd wordt de kracht van zelfzuchtige gedachten zwakker, want die krijgen steeds minder aandacht. Door onze onzelfzuchtige natuur te ontwikkelen, dragen we dus bij aan een zuiverder denkklimaat. Elke incarnatie hebben we de gelegenheid om meer van onze hogere denkaspecten te ontwikkelen. We leren elk leven iets meer met ons geest, ons geestelijk deel te vereenzelvigen. In wezen schuift ons lerende deel steeds meer op richting geestelijk deel. Een steeds groter deel daarvan wordt onvergankelijk, ofwel ons zielendeel valt steeds meer samen met onze geestelijke kern. En de lagere aspecten die ons voertuig vormen, veredelen mee en schuiven mee op. En uiteindelijk, na vele incarnaties en leerscholen op aarde, zullen we als mensheid ons hoogste denkaspect, het eenheidsbesef, volledig naar buiten brengen en van daaruit leven. En dan zijn we een volmaakte schakel tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld. En die goddelijke energieën kunnen dan onbelemmerd uit het hart van het universum tot in de stof reiken. Dames en heren, wat zou er in je leven veranderen als je uitgaat van reïncarnatie? Als u gaat begrijpen wat reïncarnatie inhoudt, dan zal uw kijk op het leven veranderen. U gaat dan anders over dingen denken. Ik noem een paar dingen en u kunt daar zelf nog veel meer bij aanvullen. Beschouwt u dit als een denkoefening en als u wilt, dan zou het leuk zijn als u de komende week daar verder over nadacht en dan met die gedachte terugkomt bij de lezing waarin we dan al die fasen van leven en dood gaan doorlopen. In ieder geval gaat u anders kijken naar uzelf en naar uw medemensen, want u ziet dan dat de buurman
of een vluchteling uit Somalië, net als u, de manifestaties zijn van grenzeloos bewustzijn met eindeloze vermogens in zich. En dat, net als u, zij bezig zijn alle aspecten van het denkvermogen te ontplooien. Ze zijn uw medeleerlingen op het pad van innerlijke groei. En u gaat anders tegen de uiterlijke kant van uw medemensen aankijken, want u beseft dat huidskleur en geslacht, maar ook culturele identiteit, tijdelijke jasjes zijn waarin reïncarnerende ego's zich hullen en die maar één incarnatie meegaan. En u gaat anders kijken naar dieren en naar planten en naar mineralen, want u beseft dat dode stof niet bestaat. Dat alles grenzeloos bewustzijn is en dat elk bewustzijn steeds meer van zijn innerlijke vermogens naar buiten brengt. Mensen hebben alleen wat meer innerlijke vermogens ontplooid dan dieren of planten. En u kijkt beslist anders tegen de dood aan, want als u reïncarnatie begrijpt, dan weet u dat de dood net zo tijdelijk is als het leven. De dood is een fase van bewustzijn in de cyclus van leven en dood, die elk bewustzijn talloze keren doorloopt. Sterven op de uiterlijke gebieden betekent dat u geboren wordt op de innerlijke gebieden. En u gaat begrijpen waarom er zoveel verschillen in ontwikkeling zijn tussen mensen, hoe het komt dat er geniale wiskundigen geboren worden in gezinnen waar verder niemand goed kan leren, en waarom pasgeboren baby's geen onbeschreven blad zijn, maar al een eigen identiteit hebben. En u gaat dan ook begrijpen dat groepen mensen gezamenlijk cyclussen van leven en dood doorlopen. Dat volkeren ook incarneren en excarneren. En daar wil ik nog even een illustratie bij geven. En dat is echt om u een idee te geven, in hele grote lijnen. Als we naar onze huidige cultuur kijken, dan loopt een deel van de mensen warm voor grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen afgelopen zomer. En veel van de mensen hecht ook enorm aan de democratische bestuursvorm en aan medezeggenschap van de burgers. En wat zouden we daaruit op kunnen maken? In grote lijnen heeft een deel van de mensheid nu in 2012 dezelfde waarden en interesses als de Grieken en de Romeinen toen. Met andere woorden, hun geschiedenis is onze geschiedenis, want we waren het zelf. Wij hebben de Olympische Spelen toen uitgevonden en ruim 100 jaar geleden opnieuw geboren laten worden. En democratie is niet nieuw voor ons, want we hebben er al ervaring mee opgedaan. Als we beseffen dat we het zelf waren toen, dan kunnen we echt van de geschiedenis leren. We zijn ons bewust dat we onze toekomstige individuele en gezamenlijke geschiedenis zelf vormgeven. En als we willen, kunnen we in deze incarnatie lessen trekken uit onze ervaringen, andere beslissingen nemen en anders handelen. Dan groeien we in inzicht en in wijsheid. En inzicht en wijsheid zijn onvergankelijk. Die nemen we in onze volgende incarnaties weer mee. Nou, hoe dat groeien verloopt en wat we in elke fase van de cyclus van leven en dood oogsten, daar gaan we de volgende week over praten. Wat waren de hoofdpunten die we zojuist besproken hebben? Dat de mens samengesteld is, je kunt hem in drieën, maar ook in zevenen indelen. Dat mensen denkers zijn en dus zelfbewust keuze kunnen maken en verantwoordelijk zijn voor hun gedachten en daden. En mensen bepalen zelf hoe hun cyclussen van leven en dood verlopen. We leren incarnatie na incarnatie zeven denkaspecten ontplooien, beheersen en sturen.
En we reïncarneren dus om volmaakte denkers te worden. De schakel tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld door ons bewustzijn in het begripsvermogen te leren concentreren, door fouten uit vorige incarnaties te herstellen en door we leren de denkatmosfeer zuiveren. Als je incarnatie begrijpt, dan ga je anders denken over mensen, over dieren, over planten, over mineralen. Dat zijn eeuwig groeiende bewustzijnen. Over de dood, die uiteindelijk een fase van bewustzijn blijkt te zijn. Over de verschillen in de wereld en hoe die te verklaren. En we gaan denken over het feit dat we samen reïncarneren. En als je anders denkt, als je reïncarnatie begrijpt, als het goed is, ga je dan ook anders en liefst wijzer handelen. Wie heeft er een vraag? Mevrouw achterin. Ja, als ik zeg maar die zevenvoudige samengesteldheid van de mens zie, dat doet me eigenlijk denken aan een soort van iets wat ik eerder heb gelezen. En dat gaat over bepaalde dimensies van bewustzijn van mensen. En het schijnt dat we heel langzaam aan het groeien zijn als collectief naar een derde dimensie, dacht ik. Is dat een beetje te vergelijken als je het zo denkt van micro is macro? Wij vinden dat een beetje weinig, drie dimensies. Maar dat is een grapje. We zijn bewustzijn. En dat betekent dat we het universum in principe zijn. En dan heb ik het niet alleen over de buitenkanten die je kunt zien. Al die melkwegstelsels, die zonnestelsels, die planeten. Maar dan heb ik het over de kracht daarachter. Die zich manifesteren op, die zich manifesteert op dat soort manieren. En dat betekent dat ook mensen eigenlijk een bundel van bewustzijnsaspecten is, die zowel heel geestelijk, dat zou je een dimensie kunnen noemen, het is maar een woord, en ook heel stoffelijk is en alles wat daar tussen is. En waar het nou om gaat bij innerlijke groei is, waar heb je je bewustzijn geconcentreerd? Nou, mensen hebben hun bewustzijn in het denkvermogen geconcentreerd. En dat denkvermogen, dat heeft een, zeg maar, een alledaagse kant. Gedachten, denk je dan, die met dit leven, deze incarnatie, deze persoonlijkheid te maken hebben. Maar het heeft ook een niet-alledaagse kant, maar een soort van, wat we dan noemen, een hoger aspect. En dat zijn die eenheidsgedachten, die filosofische, die religieuze manieren van denken. En die zou je tot die meer geestelijke dimensie rekenen. Dus je bent, zoals je hier zit als mens, zijn we in principe allemaal goden, maar in wording. En dat geldt ook voor alle andere bewustzijnen die nog niet het mensstadium hebben bereikt. En de bewustzijnen die het mensstadium al voorbij zijn. Dus of je dat nou dimensies moet noemen, ik vind dat zelf een beetje lastig. Ik denk dat het helderder is wanneer je over elk levend wezen denkt als een bundel van goddelijke energieën die het bewustzijn maakt, zeg maar, en die steeds verder ontwikkeld worden. En daar zit een stoffelijk aspect aan en daar zit een geestelijk aspect aan. Alsjeblieft. Om daar ook in te haken, ik lees ook veel en iedereen weet dat we aan het einde van een cyclus zitten en dat we naar een volgende cyclus naartoe gaan. Ik weet niet of dat binnen deze leer wordt bestudeerd. Maar als het goed is, is er een versnelling aan de gang, een versnelling van bewustzijnsgroei. Klopt dat? Of? Heeft u het nu over de Aquarius, hoe heet het? Nou, dat is een. Je hebt cyclussen die duren ongeveer
We komen op een heel ander terrein nu. 2160 jaar, dat is best wel precies gezegd eigenlijk, maar zo. Maar dat is er maar één. Dat is een cyclus binnen een cyclus die weer 12.000 jaar duurt en weer een cyclus die... Nou, en zo heb je er eindeloos vele en de cyclus om je als mens helemaal te ontwikkelen duurt 4.320.000.000 jaar. Dus je hebt cyclussen binnen cyclussen binnen cyclussen. Dus het gaat er maar even om waar je het over hebt. En binnen elke cyclus heb je inderdaad periodes waarbij ontwikkeling wat trager gaat. En je hebt periodes waarbij ontwikkeling vrij snel gaat. En wanneer, en dat, als je zegt van nou, we zitten in een hele grote cyclus, we zitten nu zeg maar in een cyclus waarin ontwikkeling vrij snel gaat, hebben we allemaal zelf veroorzaakt. Hè? Dat laten we daar duidelijk over zijn. Dan kunnen er dingen snel gebeuren. Het is alsof je in een Ferrari rijdt, maar moet je dus ook leren de bochten goed te nemen, want het kunnen dus dingen heel snel oké gaan, maar ook heel snel minder oké. Maar je hebt wel heel snel resultaat, als het ware. Of je heel snel gevolg van de oorzaken die je legt, relatief gezien. Want er kan binnen die cyclussen kunnen er natuurlijk ook dingen vertragen. Maar dat is de algemene trend, zou je kunnen zeggen. En dan wilde ik nog één ding zeggen over besluiten een cyclus af. Het is zo dat we net in een nieuwe Messiaanse cyclus heet dat, zo'n cyclus van 2160 jaar zijn gekomen. Daar vind je in de theosofie aardig wat wel wat informatie over. Maar als mensheid zijn we pas halverwege, iets over de helft. Dus we hebben nog zo'n dikke 2 miljard jaar te gaan. Dus het is leven binnen leven binnen leven, zou je kunnen zeggen. En dat heeft allemaal invloed op elkaar. En daarom is het best wel een groot beeld waar je nooit over uitgedacht en uitgevraagd raakt. En dat is juist heel fijn, want hoe meer je over die dingen nadenkt, hoe meer je jezelf prikkelt om in die filosofische manier van denken te gaan leven. Altijd over je eigenschap. Meneer. Je gaf net aan van, stel jezelf voor als een bundel van bewustzijn. Van krachten, zeg maar. Van krachten. En toen gaf ze aan van, het is maar net waar je je bewustzijn op richt. Waarin je je concentreert. Ja, waarin het zich concentreert. Toen gaf ze aan de mens, de mensheid, die heeft dat geconcentreerd in het denken. Ja. Kan de mens dat ook ergens anders in concentreren, dan is de mens daartoe bestaat. De mens, manas, de manas, dan doen we er ook eens een Sanskriet term bij, dat betekent denken. En we hebben zeven, aspecten in die samengesteldheid. En wanneer je het mensbewustzijn ontwikkelt, dan ontwikkel je nou juist dat denkvermogen. En daarom is een mens een denker, een manas. Je hebt al een aantal dingen ontwikkeld, hè? Die vitaliteit, het begeerteaspect, daar ga je ook nog wel mee door, maar het accent, de concentratie dus, ligt op het denkvermogen. Dus een mens is een denker, ontwikkelt denkvermogen. Kan wel zeven soorten denkvermogen ontwikkelen. Hè? En als we dat allemaal achter de rug hebben, dan ontwikkelen we dat begripsvermogen, zeg maar. Maar dan op een hoger niveau. Dat zou betekenen, als ik het goed begrijp, als bewustzijn van de mens is dus geconcentreerd in het denken. En als het zich dus ergens anders op concentreert, dan is het via het denken. Dus. Ja, als het bewustzijn van zich ergens anders op in concentreert, is het dus geen mens. Ja. Dan manifesteert het zich niet als mens. Dan is het bewustzijn dat of het denkvermogen nog niet aan het ontwikkelen is of het al ontwikkeld heeft. Ja, dus dat is eigenlijk best. Het leuke van de natuur is dat het zo gestructureerd werkt. Hè? Kijk maar om je heen, er is geen toeval. Hè? Alles is heel gestructureerd en zo gaat het bij het ontwikkelen van bewustzijn ook. Eerst de meer stoffelijke aspecten, dan de tussenaspecten, zeg maar, en dan de meer geestelijke aspecten. En dat is een goede houvast. Want zo kun je, of je nou over een klein ding in je leven nadenkt, hè? Je hebt natuurlijk ook verschillende fasen in één mensenleven, of je denkt over de mensheid als geheel, over 4.320.000.000 jaar, de principes blijven hetzelfde. Dus je kunt eigenlijk met diezelfde principes steeds
andere vraagstukken begrijpen. En dat is een flink houvast. Dat kan, maar mag mevrouw Arper dan een man nu weer? Ja. Oh ja, sorry. Ik vroeg me af, aangezien het ontwikkelen alleen maar door blijft gaan, wat dan precies de ontwikkelfase is na het denken, verder dan het denken. Als je het denken al voorbij bent gegaan, wat komt er dan? Is het dan het zijn of zo? Of het... Nou, dan leef je eigenlijk in eenheidsbesef, zeg maar. Je voelt je niet afgescheiden. Dan ben je een goddelijk wezen geworden. Maar ook goddelijke wezens moeten 7 aspecten van het eenheidsbesef of van het begripsvermogen, laat ik het zo zeggen, ontwikkelen. En in dat begripsvermogen zitten weer al die 7 aspecten van de meer stoffelijke tot de meer geestelijke. Dus ja, het is net als zo'n rolletje drop, weet je wel, waar zo'n plaatje op staat van een mannetje in een autootje en die heeft een rolletje drop vast. En nou ja, dat is dus wat er in het klein gebeurt, gebeurt er ook in elk natuurrijk, zou je kunnen zeggen. Als ik dan aan denk wat het hoogste zou kunnen zijn, dan denk ik dat dat liefde is. Dus zou het ook kunnen zijn dat je uiteindelijk groeit tot het zijn van een compleet onbegrensde liefde? Relatief. Want dan heb je altijd weer met die grenzeloosheid te maken. Dus die onbegrensde liefde, daar voorbij is er nog onbegrensdere liefde, zou je kunnen zeggen. Dus die groei, je bent alles, hè? Je hebt alle vermogens van het grenzeloze universum in je. Of je nou een mens bent, of een plant, of een zonnestelsel, of een melkwegstelsel, dat doet er helemaal niet toe. Het zijn allemaal bewustzijnen, zou je kunnen zeggen. En wat is dus groei? Dat is het ontplooien, evolutie, naar buiten brengen van wat er al in zit. En het grenzeloze heeft geen grenzen. Dus groei is ook niet aan grenzen gebonden. Je kunt je er op een gegeven moment echt niks meer bij voorstellen. Maar je kunt je wel voorstellen dat het zo werkt. En dat geeft al een enorm grote kijk op het zijn, op dat harmonieuze organisme dat we zijn en waar we deel van uitmaken. Dus er is geen begin en er is ook geen eind. Ja, we zijn onbewustzijn, en daarmee verkorten dus zijn onbewustzijn, wat eerder aangevoerd, als ik het goed begrepen heb, dat als we een bepaalde school, bijvoorbeeld van de school van het dierenrijk, zeg maar, als je die dan met de examen wordt afgelegd, dan wordt het bewustzijn, gaat ze wel concentreren in de denker, en dan kom je dus als manifesteerde bewustzijn als mens. Betekent het dus van dat wij die ons allemaal nu manifesteren als mens, ooit dus mineralen zijn geweest? Of dat ons bewustzijn zich heeft gemanifesteerd als zijnde mineralen? Ja, dat is precies de goede formulering. Daar ben ik nou echt heel blij mee. Want we waren niet een mineraal, we waren bewustzijn op mineraalniveau. We waren bewustzijn op plantniveau. We zijn bewustzijn op mensniveau. Al die manifestaties, dit kan een beperking zijn van het denken hoor, maar ik probeer het gewoon. Maar hebben we allemaal last van? Ja, dat hij zo'n mineraal, hè, dat is tastbaar, zeg maar, stoffelijk. Hè, zo'n dier of een plant is stoffelijk, wij mensen stoffelijk. Dus als wij klaar zijn met... Onze lichaam dan, hè? Ja, ons lichaam dan. Als wij klaar zijn met, hè, als wij denken, hebben we het voltooid, zeg maar. Als wij daar examen op afleggen, dan gaan we dus zich ergens anders in concentreren. Wat voor lichaam hoort daar nou bij? Nou ja, lichaam wil ik dan niet zeggen, want dat is dan voertuig. Maar je leeft wel eens... Weet je wat het is? Daarom heb ik het er ook heel even over gehad. Geest en stof zijn geen absolute begrippen. Hè? Wij zijn geestelijk ten opzichte van mineralen. Wij zijn stoffelijk ten opzichte van Godbewustzijnen. Dus elk bewustzijn kent zo zijn stoffelijke kant en zijn geestelijke kant. En dat vloeit uit elkaar voort en gaat in elkaar over. Er zijn geen strakke grenzen. En die voertuigen,
die moeten passen bij het bewustzijnsniveau waar je zit, zeg maar. Bij ons zijn dat ooit ook andere vormen geweest en zullen dat ook nog andere vormen worden. Nu zijn het lichamen van vlees. En wat je, als je dan in de literatuur kijkt, dan lees je wel dat godsbewustzijnen, dat die zich in lichamen van licht hullen. Maar ons gaat ook wel eens een lichtje op, hè? Dus we hebben ook wel iets daarvan al, als mensen, als denkers. Maar als je blijft onthouden dat we bewustzijnen zijn en dat bewustzijnen een voertuig nodig hebben om ervaring te kunnen opdoen, dan kun je nooit mank gaan, zeg maar. Oké. Okay. Ik vond net een voorbeeld van het intellect, wat we hebben bijeenkomstig van het denkvermogen. Ik had het voorbeeld van als het zich, wat in de meeste gevallen zo is, zich richt op de lagere denkaspecten, zeg maar. Dus zo vitaliteit en. Begeerte. Ja. Wordt geen voorbeeld gegeven van wanneer het intellect zich dus richt op die bovenpersoonlijke. Dus ik wilde daar wel een voorbeeld van hebben eigenlijk. Een voorbeeld? Volgens mij was het een lid van onze club. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval heb ik het zo onthouden. Het is altijd leuk om een voorbeeld uit de praktijk te geven natuurlijk. Iemand die maakte verf. Verven of iets dergelijks. En verf heeft heel veel schadelijke stoffen. En deze persoon besloot dat hij een verf wilde maken. Dus daar heb je je intellect bij nodig. Hè? Want je moet de verhoudingen weten en hoe je dat doet. Die geen schadelijke stoffen zou bevatten. Dus dan was hij bovenpersoonlijk met zijn intellect bezig iets te maken wat weldadig zou zijn voor zijn medemensen. Zulke voorbeeldjes zijn het. En zo kan iedereen van u, als ik het iedereen zou vragen, daar hebben we geen tijd voor, dan zou iedereen met een voorbeeld kunnen komen. Volgende week jij een. Ja? Gaan we stoppen? Ja, we gaan stoppen. Hier is nog één vraag. Er staat over reparaties en zuivering. Met een vier. Ja, zuivering van de denksfeer. Geef je daar een beeld bij? Reparaties? Herstellen dan? Ja. Van fouten. Ja, dat is... Nou, kijk, omdat we allemaal lerend zijn, zijn we niet perfect. En omdat we niet perfect zijn, maken we fouten. En als we fouten hebben gemaakt, zegt de wet van karma dat er disharmonie is in dat harmonieuze geheel. En dat harmonieuze geheel wordt steeds zichzelf, dus harmonieus. En dus moeten die fouten hersteld worden. En nou neem ik even een voorschot op de lezingen van volgende maand, maar heel kort, want er moet volgende maand ook wat te vertellen zijn. Als je leert van de gebeurtenissen in je leven. Je trekt conclusies, hè? Geestelijke conclusies, zeg maar. Die weef je in. Daar kom je mee terug, zeg maar. Dan ben je dus wijzer. Het kan best zijn dat er bepaalde dingen waar je fouten hebt gemaakt, nog niet tot uitwerking zijn gekomen, nog niet tot gevolgen zijn geworden. Wanneer dat wel het geval is, heb je innerlijk, in wezen, al die krachten ontwikkeld om er mee om te kunnen gaan. En dan kun je je fouten herstellen in wijsheid. Dus eigenlijk is die wet van karma, die ook altijd samen met reïncarnatie genoemd wordt, en die zijn ook eigenlijk niet los te zien van elkaar, ze noemen het tweelingleer, zeg maar, is eigenlijk heel mededogend, want je van binnenuit ontwikkel je visie en inzicht, en als je dat hebt gedaan, dan kom je met de situaties in aanraking waar de disharmonie nog in zit, zeg maar, die gevolgen, en je kunt dan als je wilt je oude gewoontepatronen doorbreken en een wijzere reactie hebben op wat er je gebeurt. En dat is het mooie van reïncarnatie karma. Nou, daar zit die hele groei in wezen. Dat is het verhaal van de innerlijke groei. Dan ga ik er ook mee stoppen, maar niet voordat ik de beloofde Gayatri uitspreek. We sluiten daarmee de avond af. Het is een oproep aan je hogere zelf. Het is een vers uit de Rig Veda. Een van de oudste
heilige boek uit India. En dat hogere zelf is natuurlijk het onvergankelijke deel. Dat in ons allemaal hetzelfde is. En die gaat als volgt. O gouden zon, met uw verheven luister, vervul ons gemoed en verlicht onze geest, opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.